Ik bedoel, stel je nou voor dat je 7 dagen in een hok moet zitten als dit en dat je dan niet mag eten. Dat is één ding, maar deze mensen hebben echt een prestatie geleverd. Die gaat above and beyond, dat is van een ander niveau. Die hebben 24 uur zichzelf opgesloten in een kroeg, mochten niet eten, maar wel zuipen. Amersfoort, applausje voor deze mensen! Serious lockdown in Nijmegen, met wie heb ik hier te maken? En met Tijmen, Huip, Roos en Pien. Hey, zijn daar beelden van, jongens? Want wat moet dat een ongelofelijke bende zijn geworden? Ja, er zijn genoeg beelden van. En een bende was het zeker, maar het was ook hartstikke leuk. Vertel eens even, hoe is dit idee ontstaan? Ja, een aantal jaar geleden hebben we in samenwerking met jullie dachten we, nou, wat jullie kunnen, dat kunnen wij ook als een groepje studenten. En ja, we hebben dat in het klein gedaan eigenlijk. En dat met 70 studenten hebben we ons 24 uur lang laten opsluiten zonder te slapen en zonder te eten. En hoe groot was dat hok? Ja, het was een café zelfs, dus ja, wel redelijk groot. Maar dit klinkt toch als een droom? Ja. Dit klinkt toch als een heerlijke 24 uur? Nou, ja. Je zou denken studenten en bier drinken en het is allemaal hartstikke leuk, maar zwaar was het wel. Hou eens even op, man. Maar ben je nu hou eens even op. Stroomt de alcohol nog door je aderen? Zeg maar, yes. Hoe is het nu met de gesteldheid? Ja, wel goed. We zijn herstellende nog, maar prima. Hey, Tilly, ik maak me ernstig zorgen om de jeugd als ik dit hoor. Ja, inderdaad. Nee, zonder dolle. Ik snap het. Op een gegeven moment heb je... Kijk, het is leuk natuurlijk, maar op een gegeven moment... Het leuke aan zo'n avond is dat je ook weer naar huis gaat en in je nest gaat liggen natuurlijk. En ja, dat was nu niet het geval. 24 uur in een hok gezeten. Waarschijnlijk wel geweldige 24 uur om nooit meer te vergeten. Zeker. En wat was jullie verdienmodel dan, om het zo maar even te zeggen? Nou, mensen mochten gewoon langskomen in die 24 uur. Een aantal uurtjes zijn we gesloten geweest voor onszelf. Maar de rest van de dag mochten mensen langskomen en doneren. Kon acties insturen voor bepaalde bedragen, nummertjes aanvragen voor een bedrag. En we hadden natuurlijk iedere dag een veiling. Ja. Ja, en tijdens die veiling werden heel veel producten geveild die we gewoon gesponsord kregen. En toen zijn Pien en ik zo gek geweest om onszelf te veilen om nog een keer 24 uur te gaan achteraan. Dus wij hebben samen 48 uur. Ja, Amersfoort, je applausje! Wat goed! Maar achter elkaar! Achter elkaar. Ja. Jullie zijn 48 uur gebleven. Ja, ja. Dat is werkelijk waar. Kijk, dat zijn de echte prestaties deze week. Hè? Nee. Dat is echt van een ander niveau. En er is ook nog geld mee opgehaald. Dat vind ik helemaal waanzinnig. Ja. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat er op de check staat. Ja, we hebben een heel mooi bedrag kunnen ophalen als een groepje studenten. En op die check staat €7.780. Fantastisch. En dat met zowel 24 als 48 uur lekker tanken. Dank jullie wel. Fijne kerst. En lekker laten gaan. Ja. Lekker zitten. En volgend jaar weer. Absoluut. En dan moeten jullie gewoon een weekje doen, oké? Ja, kom goed. Hey, dankjewel. Fijne kerst. Dankjewel. Hoi.